Schwerf komt in actie. Ja, ja ongelooflijk. Ja, we moeten hem om 11 uur 's ochtends zetten. Het slaat helemaal nergens op, maar uh... Uh, ja, dat komt omdat uh, we mogen uh, de, de wedstrijd van die score, een tweede ronde is, uh, die mag niet voor de wedstrijd van Medvedev uh, komen. En, uh, dus dacht uh, van ja, hoe moeten we dat doen? Moeten we dan een tweede avond? Nou, in ieder geval, uh, de, de, ja, het is bizar dat we hem als, uh, als eerste moeten zetten. Maar hij komt pas woensdag beginnen vanwege zijn tegenstander, Bublik, Die komt helemaal uit Singapore uh, vliegen. En, uh, maar inderdaad, dus die, die kan aan de bak. Jong in vorm, maar de die de, de ja, ik. Denk, ik... Ja, ik denk dat het ook wel een beetje moe is. Dus we gaan even kijken wat voor wedstrijd het wordt. Hey, dan zijn er drie tweede ronde partijen. En één vind ik er enorm uitspringen. Uh, helaas zou je kunnen zeggen: Andy Murray won gisteren voor Robin En daar zijn we dan nu overheen. Um, heerlijke wedstrijd: Andy Murray tegen Rublev. Ja, potentieel wel. Uh, uh, ja, ik hoop dat, dat, dat Murray het bij kan houden. Want Roelof kan het natuurlijk ongelooflijk uitdelen. Uh, maar als, als Murray ja, de, de, de bal gaande kan houden en, uh, ja, en dat hij niet overpowered wordt. Wat normaal natuurlijk nooit gebeurde. Maar hij is net even een half stapje trager, toch omdat die heup niet 100% is van. Hij hem. leek echt nog niet fit. Weet jij daar meer van dan wij? Heeft hij gezegd: ik wil heel graag komen. Maar reken niet meer dan 80%? Want gisteren voelde het af en toe een beetje. als... 80%. Na het begin was, was zeker, uh, merk dat hij uh, een half stapje trager was. Uh, ja, ik denk dat het gewoon te maken heeft. Ja, hij heeft gewoon die heup die niet uh, optimaal is. Hij heeft een paar keer geopereerd. En ja, het is de eerste wedstrijd in een hele lange tijd. Het is ook een soort van wedstrijdritme. Uh, wennen om tegen, uh, uh, tegen pros weer te spelen. Tegen... Op dit niveau. Dus uh, ja, de, uh, morgen is, is wel heel leuk om even te zien uh, hoe dat zal gaan. Maar Marita. als hij bij kan blijven. Ja, het is natuurlijk een taai jongen. Dat zag je eigenlijk gisteren. Hè? De Robin Haas was in het tweede eigenlijk ook de betere speler. Kon net niet do doordrukken. En uiteindelijk de tiebreak staat zo Murat er wel. Dan heeft Hazen nog een keer 3-0 voor derde. Hij uh, ja, heeft ook uh, een paar kansen, mist een makkelijke backhand op 0-15 om naar 0-30 te gaan. En opeens ja, staat zo'n Murray er toch. Dus ja, als Rublev ook niet uh, die, die kansen kan pakken en Murray weg kan zetten, dan, ja, dan gaat toch de ervaring tellen van iemand die, uh, die drie keer een Sems heeft gewonnen, nummer 1 van de wereld is geweest uh, en, en uh, uh, twee keer de Olympische Spelen heeft gewonnen. En nummer 1 in, in de wereld is weet, in de periode uh, nadal Federer, Djokovic. Hè? Ik bedoel, het is de allersterkste, uh, mooiste periode in tennis geweest. En, en hij flikt dat maar. Dus het is een ongelofelijke geweldenaar, eigenlijk die uh, Murray. En ook al is hij niet 100%, als hij bij kan blijven, ja, gaat hij het heel moeilijk maken. Subscribe to our youtube channel en follow all the action live.